Hallo YouTube. Deze beitel die is niet meer te redden met een wetsteen of schuurpapier. Daar moet simpelweg veel te veel materiaal voor worden weggeslepen. Nou, in deze video laat ik je een paar machines zien die wel veel gebruikt worden in de werkplaats. En die wij dus ook goed kunnen gebruiken. Hoi. Ik ben Richard van Meubel Uniek en op dit kanaal wil ik je graag helpen met allerhande houtbewerking en gereedschaponderhoud en afwerking van hout. Wil je nou graag meer weten over houtafwerking? Ga dan eens naar meubelrestauratieshop.nl of polytouren.com en zoek je gaaf gereedschap, bezoek dan eens narextools.nl. Het liefst houden we de beitel gewoon scherp door er heel voorzichtig mee om te gaan. En ook regelmatig te wetten met een wetsteen of schuurpapier. Of een leren riem en polijspasta. Maar af en toe wordt je beitel mishandeld. En dan valt die op een betonnen vloer, dat kan altijd gebeuren. En soms vind je in hout een of andere weggeplamuurde schroef of iets dergelijks. Of een of andere joker die heeft hem als schroevendraaier gebruikt, dat komt ook voor. Dan is het wel heel handig om dat niet met schuurpapier of een wetsteen te hoeven doen, maar met een werkbankslijpmachine. Nou, ik heb er hier een paar staan en ik ga ze met je doorlopen. Allereerst hebben we deze werkbankslijpmachine. Die heeft vaak twee stenen. Meestal zit er een grove en een fijne steen op. Nou vind ik dat niet zo heel erg nodig om twee stenen te hebben. Dus wat ik gedaan heb, is van MDF een schijf gedraaid op de draaibank. En daaromheen heb ik een leren riem gelijmd. Nu kan ik dus en slijpen en afbramen op één machine. Maar ik kan me voorstellen dat jij het wel fijn vindt om twee slijpstenen te hebben. Eén grof en één fijn. Dat is natuurlijk ook prima. Waar je voor moet zorgen is dat hij een goed verstelbare leunspaan heeft. En dat is dit dingetje. En deze had helemaal geen goede leunspaan. Die had een vaste en die kon je eigenlijk niet bewegen. Nou, dat is eigenlijk niet fijn. En als die van jou dat niet heeft, wil dat niet zeggen dat het een slechte machine is. Maar hij heeft wel gewoon een slechte leunspaan. Ik heb hem zo gemaakt dat ik hem kan draaien en onder een hoek kan zetten. Kun je mooi die beitelhoek instellen en dan hoef je daar niet meer naar om te kijken. Nou, hoe gaat dat nou in zijn werk? Ik heb hier mijn beitel. En, oh, dit wil ik nog even zeggen. Zorg ervoor dat je beitel vlak is, hè. Beitels vlakken, echt doen. En als je niet precies weet waarom dat is, dan staat hier of daar ergens een link. En dan leg ik je uit dat het een belangrijk stukje is van het slijpen. Wat opvalt aan deze beitel is dat die ook niet een mooie, niet één vouw heeft. Hij heeft er eigenlijk twee. En dat willen we niet. Iemand heeft dit ding geslepen op een verkeerde manier. We willen een vouw hebben die keurig vlak is en in één keer doorloopt. Dus dat spiegels noemen ze dat, geloof ik. En dat moet je niet hebben. Het moet één lijn zijn. Dus wat we gaan doen, we gaan eerst die vouw even kleuren met een zwarte stift. En dan gaan we hem even op de leunspaan houden. En dan moet hij naar boven gaan. Kijk, dit gaat veel te hoog. Zie je dat? Dus dit moet echt veel, veel minder schuin. Nou, dit is het wel ongeveer. En dan draaien we hem vast. Deze stenen, die draaien naar je toe. Dus het is eigenlijk best belangrijk om ervoor te zorgen dat die zo dicht mogelijk bij staat. Dit is hem wel ongeveer. Nou, en om nou even te kijken wat er gebeurt, kunnen we even de beitel draaien
met de hand. En dan kunnen we zien wat er gebeurt. Kijk, en dan zie je dat die beitel een beetje in het midden geraakt wordt. En dat is precies goed. Wat je gaat krijgen met een slijpmachine met een ronde steen, die draait en die maakt eigenlijk de ronding van die steen in die vouw. Dus je krijgt eigenlijk een holle vouw. Dat is wel wat er gebeurt. Wil je dat niet, ja, dan zul je het toch op een andere manier moeten doen. En dat is dan toch vaak via met een wetsteen of met schuurpapier. Nou, als dat goed is en wordt mooi in het midden geraakt, dan kun je de machine gaan aanzetten. Nou, zie je mij, ik heb een bril op en ik heb eigenlijk nooit een beschermbril daar overheen. Maar dat zou je eigenlijk toch wel moeten doen. Ik raad het je ten zeerste aan. Ik zit met vrij grote regelmaat bij de dokter om een splintertje metaal uit te halen. Dat is niet fijn. Maar als je geen bril draagt, dan moet je het zeker doen. Dan moet je echt iets opzetten. Er zit op die machine zit een kap, maar die van mij is zo oud, deze kap is gesneuveld. Dus die doet het niet meer. Maar ja, het is echt een aanrader om gewoon een bril op te zetten. Een veiligheidsbril. Nou, dan kunnen we de machine gaan aanzetten. Dan is het een kwestie van de beitel er tegen aanzetten, tegen je leunspaan. De vinger gebruik je als geleiding. En dan haal je hem er zonder druk overheen. En dan moet je even aanvoelen. Maar dat went vanzelf en dat leert vanzelf. En als je het goed doet, heb je geen extra koeling nodig van water. Het is helemaal niet een schande om er wel een bakje water bij te zetten, want zeker in het begin, je moet regelmatig even koelen, dat hij niet te warm wordt, want als hij te heet wordt, gaat het staal veranderen van kwaliteit. En ja, dat wil je liever niet. Maar ik ga het even proberen zonder koeling. Nou, dan gaan we. Machine goed vastzetten, dat is ook belangrijk. Ik heb hem met twee stevige klemmen vastgezet. Nou, dan gaan we erheen. En dan gaan we rustig hem over de stenen halen. Af en toe even kijken. Kijk. Dat is de bedoeling. Nou, even checken. Kijk. Dit gaat de goede kant op. Zo kunnen we even doorgaan. Ja. Het gaat lekker. Het is ook van belang om te proberen om die beitel zo haaks mogelijk te houden. Af en toe even een winkelhaakje erbij houden. Dat kan helemaal geen kwaad. Ik kan hem nog steeds gewoon vasthouden. En op een gegeven moment zul je zien dat hij niet verder gaat en dat er een braam op komt die ombuigt. Dat is eigenlijk zo, het staal drukt tegen die steen aan
Die steen die drukt terug tegen het staal. En op een gegeven moment gaat de zwakste schakel, die gaat het niet redden en die buigt om. En dat is in dit geval is het staal, want die steen die ga je niet wegduwen. Dat wordt hem niet. Nou, we zijn er bijna. Even laten afkoelen. Nou, we zijn er wel. Ik moet zeggen, dit is ook wel een hele slechte beitel. Ik voel dat hij niet vlak is. En ik zie dat de zijkanten niet gelijk zijn. Dus als je nou naar de bovenkant kijkt, kijk, de braam, die is er. Dat is ook haaks. Maar deze onderlijn, die is niet haaks. Maar ja, we hebben hiermee te maken met de bovenkant van het scherp, zeg maar. Dus ik kan hem nog iets corrigeren, maar dat is niet dat heel erg fraai gaat worden. Ik vind het mooi geweest zo. Kijk, en dan zie je waar we het al eerder over hebben gehad, als je niet vlakt, zie je van die hele lelijke groeven hierin zitten. En die vind je terug in de braam, zeg maar. Zie je dat? Ik weet niet of je het kan zien. Dat is het dus. Goed. We zijn scherp. Hij is scherp, er zit een braam op, gerafeld, maar goed, dat is even niet anders. Dat komt omdat hij niet mooi gevlakt is, dat hij niet mooi glad is aan de achterkant. Maar nu komt het eigenlijk het allerleukste, tenminste dat vind ik. Ik vind het echt het leukste. En dat is het afbramen en het polijsten. En dat doen we dus met die mooie schijf die ik gemaakt heb. Met een leren riem daarop. En daar moet je even rekening mee houden. Ik had al gezegd, die schijven die draaien naar je toe. Dus als ik dat ding zo in die leren riem zou gaan zetten, dan zou ik een vrij serieus probleem hebben, want dan slaat die weg. Wat je moet doen, je moet aan de onderkant van de steen zijn. Dus dat is hier. En daar moet je je niet in vergissen. En dan werkt het heel goed. Nou, goed. Gaan we even doen. Oh ja, wat we daarvoor nodig hebben is een beetje polijst. Spul. Kunnen we er zo even tegenaan houden. Als die draait. En dat is genoeg. Nou, gaat die weer. Even op toeren laten komen. Dat is belangrijk. En dan even dit erop. Zo. En dan gaan we aan twee kanten gaan we hem afbramen. En dan ga je even omwisselen. De ene kant. De andere kant. De ene kant. De andere kant. Zo. Nou,
dat is hoe de vlag er nu voor staat. En dan is die echt wel scherp. Even controleren. Als die nagel meteen vastpikt, dan is die scherp. Nou, dat doet hij. Machine uit. En klaar is die. En dan hebben we een keurig geslepen beiteltje die weer prima mee kan. Gaan we naar de tweede machine. En dat is deze. Deze machine is een zogenaamde nat slijper. Er zit een bakje bij. En in die bak kun je water doen. En dan kun je hem eronder hangen. En dan loopt die steen door het water heen. Die wordt dus meteen gekoeld. Tenminste, de beitel wordt gekoeld. Nou is een hele bekende, is de Tormek machines. Die zijn best wel duur. Ik heb hier de Poor Man's Version van Sheppach. En die doet het ook. En het grappige is, de accessoires van Tormek passen ook op die machine. Aan deze kant zit ook weer een schijf met een leren riem. En twee schijfjes voor kleine gutsjes en die een holling hebben. Verder kan die machine eigenlijk op twee manieren worden gebruikt. Je kan hem naar je toe laten draaien. Dan neemt hij vrij snel materiaal af. Je kan hem ook van je af laten draaien. Daartoe kun je dit losdraaien. En dit kan aan de andere kant erin. Wat ik meestal doe, is hem naar je toe laten draaien. Dan neemt hij het snelst materiaal af. Wil je iets fijner werken, dan kun je hem ook van je af laten draaien. Nou, laten we maar eens beginnen. Kijken hoe dat werkt. Dat moet wel kunnen zo. Om nou die steen naar je toe te laten draaien, moet je de machine eigenlijk omdraaien. Zo. Nu hebben we een hulpstuk. En dat hulpstuk is ook van Tormek. En die kan schuiven. En als we nou onze beitel erin zetten, dan komt die tegen een aanslag aan. Waardoor die altijd haak staat. En dit kunnen we natuurlijk ook nog even laten zakken. Dat die zo. Ook deze gaan we even weer kleuren. Zodat we weten of die vouw op de goede plek geraakt wordt. Zo, die kan vast. En we gaan hem weer met de hand draaien. Om even te kijken of dat goed zit. En dan zie je dat die eigenlijk een beetje te veel op de punt zit. Dus hij moet eigenlijk iets verder naar beneden. Ja, kijk, dan zie je nu dat hij op de goede plek komt. Dus dit is goed. Nou, dit staat haaks. Dat moet goed zijn. Buitel erin. En dan is de kwestie van gewoon aanzetten.
En net zo lang slijpen tot er een braam op zit. Het afstellen is even een dingetje. Maar als die eenmaal is afgesteld, dan werkt het fantastisch en hoef je niks meer te doen. Alleen maar eroverheen halen, zonder al te veel druk. Nou, gaan we. Oh, er is nog steeds water uit. Zo'n steen zuigt erg veel water op, dus je moet wel zorgen dat er voldoende water in zit. Het grote voordeel is van dit natuurlijk dat je metaal niet warm wordt, want hij blijft voortdurend gekoeld. Nou, dit slijpen nadert zijn eind. Kijk, keurig haaks, geen spiegels, want dat kan niet. Want je hebt een vaste waarde. We hebben een keurig braampje op de beitel. Ja, die moet eraf. En daar gebruiken we deze leren schijf voor. Ook weer leer. Eentje die langzaam draait. De hele machine die draait veel langzamer dan die werkbankmachine. Dit gaat met een paar honderd toeren en die werkbankmachine met die twee schijven, die gaat wel met 2.000-3.000 toeren. Dus dat gaat veel harder. Dit gaat rustiger. En ook die schijf, ik liet hem naar me toe draaien. Nou, met dat leer kan dat dus niet. Dan moet hij van je afdraaien. Dus ik moet hem weer even omdraaien, de machine. Zo. En nou gaat deze naar de andere kant. Hier aan de achterkant. Zo. Ook dit moeten we weer even afstellen. De goede hoogte. Dat is te veel. Dat is te veel. Een beetje terug. Zo. Nou, en dan kan die vast. Zo. We zetten de machine aan. Ook een beetje polijstmiddel erop. Gaan we afbramen. Even kijken, ja.
kunnen hem ook vlak over de steen houden, maar dan moet je hem even losmaken. En dan gaan we de andere kant doen. Dat is genoeg. En dan is die keurig scherp. Weer even testen met de nagel. Vast, 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 vast. Vlijmscherp. Als een scheermes. Het grote voordeel van deze machine, nog even op een rijtje. Hij draait langzaam. Dus het gaat rustig. Hij wordt watergekoeld. En je kan er ook mee polijsten. En nog een voordeel, je kan hem van twee kanten gebruiken. Dus naar je toe en van je af. Nou, dat gaat allemaal prachtig. Maar het kan nog leuker. En daarvoor gaan we naar de laatste machine. En dat is een polijsmachine. Ik zal deze even wegzetten. En dan gaan we even naar de polijsmachine kijken. Dat is een ding met twee, in mijn geval, lappen. De ene is wat harder dan de ander. Deze is harder, deze is zachter. En daarmee, ook daarmee, kun je heel goed een beitel afbramen. Maar er komt nog wat meer bij. Hij kan ook dat mooie oppervlak, wat je zo mooi gevlakt hebt, geschuurd hebt, spiegelglad polijsten. En waarom zou je dat nou moeten doen? Nou, dat heeft eigenlijk twee redenen. Hoe gladder het oppervlak is, hoe minder gemakkelijk daar roest aan kan hechten, of water aan kan hechten, vocht uit je handen en dergelijke. Hoe gladder dat is, hoe minder snel die zal gaan roesten. Dus dat is wel een goed idee. En daarnaast, het afbramen gebeurt super fijn. Dus dat braampje komt er op een fantastische manier vanaf. Nou, hij moet goed vastgezet worden. Ook even met een paar klemmen. Of als je hem vast in de werkplaats hebt, natuurlijk met een paar bouten. En dan hebben we hier het polijsmiddel. Dat is een groot blok. Ja, dus ik weet niet eens wat het is. Ik denk dat het... Ja, dat kun je bij iedere metaal winkel of gereedschapwinkel kun je dat wel kopen. Dus dat is niet zo bijzonder. Ja. Laat maar doen. We zetten hem aan. En dan hou je even het polijsmiddel er tegenaan. En we beginnen met de fijne. En let op, hè, aan de onderkant. Nooit aan de bovenkant. En we gaan hem ook plat houden aan de achterkant. En dan gaan we iedere keer even om en om. Spiegelend resultaat.
En dan klinkt helemaal glad. En dan pakken we de andere kant. De andere schijf. En die gebruik ik droog. Zo, dat is alles. En dan kan er nog wat aanslag op zitten. En dat moet je even met een doekje, haal je dat er even af. Zo. Prachtig. Zeer scherp. Even kijken. Of dat zo wil, of ik dat kan laten zien. Dat lijkt mij goed. Nou, dit was mijn video over het slijpen van beitels met een machine. De werkbankmachine. De natslijper. En dan nog het polijstwerk met de polijstmachine. Heb je er wat aan gehad? Dan zou ik het leuk vinden als je even een duimpje geeft. Maar minstens zo belangrijk, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe jij je beitels slijpt. Doe je dat ook met een van deze dit soort type machines? Of kies je er liever voor om het met de hand te doen met een wetsteen of schuurpapier? En ik ben heel benieuwd wat je gebruikt. Dus laat dat even onder hier in de commentaartjes weten. Ik geef altijd antwoord. Dus schrijf het even hieronder. Leuk. Je kunt je natuurlijk ook even abonneren op dit kanaal van Meubel Uniek. En ik zie je graag een volgende keer.